Goeiedag, lieve mensen. Ik heb besloten om een Nederlandstalig filmpje te maken. Simpelweg omdat er naar mijn idee ontzettend veel gaande is in de wereld en we echt maar micro-hoeveelheden doorverteld krijgen via onze openbare mediavoorzieningen. Het is moeilijk om vast te leggen waar te beginnen, want het is zoveel. Maar misschien een van de belangrijkste, of belangrijkste, misschien een van de duidelijkste is om te beginnen met de hele presidentiële electie. Trump-Hillary. Veel mensen hebben heel erg het idee dat Trump een racist is, een homo-hater, een LGBT-hater en dat soort dingen. Dat is simpelweg niet waar. I do not support gay marriage. I live in New York. New York is a place with lots of gays, and I think it's great. I believe that marriage is not just a bond, but a sacred bond between a man and a woman. The head of the log cabin Republican, the gay Republican group, says that Donald Trump will be the most pro-gay Republican presidential candidate that we have out there. When President Trump is in office, can we look for more forward motion on equality for gays and lesbians? Well, you can. We have to bring all people together. The Supreme Court makes a decision. That's the law of the land, right? The decision has been made, and that is the law of the land. You think gays should be allowed to be married? It's something I haven't given lots of thought to. I live in New York City. There's a tremendous movement on to have and allow gay marriage. It's just something that is too premature for me to comment on. How about gays serving in the military? It would not disturb me. I mean, hey, I lived in New York City and Manhattan all my life, okay? So, you know, my views are a little bit different than if I lived in Iowa, perhaps. But it's not something that would disturb me. Hij heeft altijd tegen oorlogen gestemd, of gestemd in die zin, daarvoor gewaarschuwd. In a September 2002 interview, shock jock Howard Stern asked Trump if he supported the looming invasion. Trump's response was in a very unsure tone. But we have an idea who the enemy is, and a lot of times the politicians don't want to tell you that. Are you for invading Iraq? Yeah, I guess so. You know, I wish the first time it was done correctly. Right. The subject was quickly changed. But on January 28, 2003, just under 3 months before the invasion, Fox News' Neil Cavuto asked Trump whether President George W. Bush should be more focused on Iraq or the economy. January 28, 2003, with me, Donald Trump. Listen. Perhaps he shouldn't be doing it yet, and perhaps we should be waiting for the United Nations. You know, if you look at the polls, a lot of people are getting a little tired. I think the Iraqi situation is a problem, and I think the economy is a much bigger problem. At an Academy Awards after party on March 25, 2003, Trump said that the war's a mess, according to the Washington Post. On July 1, 2003, Trump appeared on Hardball with Chris Matthews and expressed concern about money being spent in Iraq rather than in the U.S. On September 11, 2003, Joe Scarborough aired interviews with New Yorkers, including Trump. Trump said, "It wasn't a mistake to fight terrorism and fight it hard, and I guess maybe if I had to do it, I would have fought terrorism, but not necessarily Iraq." On November 4, 2003, Trump appeared on Hardball with Chris Matthews, where he was asked about the impact of the economy on President George W. Bush's re-election bid. Trump said, "The economy is doing well," but predicted his bigger problem is going to be what's happening in Iraq. Trump's harshest criticism came more than a year into the war, in an August 2004 article in Esquire. "Look at the war in Iraq and the mess that we're in. I would never have handled it this way. Does anybody really believe that Iraq is going to be a wonderful democracy where people are going to run down to the voting box and gently put in their ballot and the winner is happily going to step up to lead the country? Come on, 2 minutes after we leave, there's going to be a revolution and the meanest, toughest, smartest, most vicious guy will take over and he'll have weapons of mass destruction, which Saddam didn't have. What was the purpose of this whole thing? Hundreds and hundreds of young people killed? And what about the people coming back with no arms and legs? Not to mention the other side, all those Iraqi kids who've been blown to pieces. And it turns out that all of the reasons for the war were blatantly wrong. All this for nothing." Hij is behoorlijk recht in zijn, in zijn perceptie. En daar is hij op zich niet van afgeweken, wat natuurlijk heel erg anders is dan met de meeste politici. Hoe dan ook, je kan het een zakkenwasser vinden. Maar wat men over het algemeen niet begrijpt, is dat, we herinneren allemaal Libië. Gaddafi was neergeschoten. Er was net een no-fly zone boven Libië gecreëerd door Amerika, de NATO. En toen werd Gaddafi, toen ze in een karavaan die onder de witte vlag trouwens reed, werd hij neergeschoten. Dat was geweldig. Wat een einde aan een dictator gebracht. So, I mean, that is the land of unconfirmed videos. We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. Nog voor die was overleden was er een nieuwe centrale bank in Benghazi opgestart. En binnen een week was de eerste oliedeal met Qatar al rond. Dit zijn wel echt businessmensen, deze terroristen. En Hillary wou ook heel erg graag een no-fly zone boven Syrië gaan realiseren. Nou, voor wie dat niet weet, Syrië heeft een defensiecontract met Iran en met Rusland. Dus ga je militaire dingen doen boven Syrië, dan zit je gewoon in de Derde Wereldoorlog. En dit was waar Hillary heel erg mee bezig was. Alles was, the Russians did it, the Russians did it, the Russians did it. Dat echt gaat nergens over. Echt ongelooflijk onzin. And I'm going to continue to push for a no-fly zone. What about the option of controlling the airspace so that barrel bombs cannot be dropped? All the options. What do you think of that option, sir? Right now, Senator, for us to control all of the airspace in Syria would require us to go to war against Syria and Russia. When the president gets...
gives the order, it must be followed. As far as the nuclear is concerned, I agree. It is the single greatest threat. I would like everybody to end it, just get rid of it, but I would certainly not do first strike. I think that once the nuclear alternative happens, it's over. In principe wat het inhoudt is, het feit dat Hillary niet gekozen is, betekent dat we geen derde wereldoorlog over 2,5 maand krijgen. Dat is naar mijn idee, is dat een heel goed iets. Je kan zeggen dat je niet eens bent met Trump over uitspraken die hij doet, weet ik veel wat, dat is allemaal oké. Dan kijk je wel aan om een beetje onderzoek te doen naar uitspraken van Trump voordat hij meedeed in de politici en zo. En dat je een iets beter beeld van hem krijgt. Maar feit is, ook al vind je een zakkenwasser, hij is in ieder geval niet voor een derde wereldoorlog. Dat vind ik toch een redelijke pre. Veel mensen zijn nu heel erg bezig met het posten van dat Obama een derde ronde zou moeten krijgen. Liever Obama dan Trump. Nou, ik weet niet of je het door hebt, maar Obama is echt een ramp. Hij heeft meer geld uitgegeven dan alle presidenten voor hem samen. Niet alleen dat, het hele bombarderen met drones, wapenverkoop aan Saudi-Arabië. Er is zo ontzettend veel onder die doet. En ja, als je zegt dat je voor Obama bent, realiseer je volgens mij niet helemaal wat de impact is geweest van zijn presidentschap op de globale instabiliteit. Want dat is vrij fenomenaal geweest. Het hele feit dat ISIS zo groot is geworden, hebben we ook grotendeels te danken aan Obama. Die zijn al heel lang bezig tegen ISIS, maar pas toen Rusland zich ging bemoeien met ISIS. Pas toen, want Rusland begon meteen met het bombarderen van de olieraffinaderijen, waar ISIS het meeste geld vandaan haalt, dat deed Amerika helemaal niet. En binnen een hele korte tijd donderde de hele financieringstroom in elkaar en werd het voor ISIS veel moeilijker. Echt binnen 2 weken tijd omdat Rusland begon te bombarderen ongeveer. Dat ging echt bizar snel. ISIS is voor grotendeels is het gefinancierd vanuit Saudi-Arabië en vanuit Qatar. Ik weet niet of je Wikileaks een beetje aan het volgen bent, maar dat gaat heel erg ver. Wikileaks is de hele reden waarom Hillary het niet gehaald heeft. Tenminste, dat was al lang bekend, dat ze een rare politica was. Toen ze first lady was, toen Clinton Bill president was, toen is ze volgens mij ze 2 keer... Toen kwam ze ook onder criminele onderzoek. En ik geloof dat ze al 2 keer een presidentieel pardon heeft ontvangen. Dus we zitten al 35 jaar in de politiek. En Wikileaks, we hebben heel veel media gehad over Wikileaks in de afgelopen jaren. Maar deze verkiezingen waren enigszins cruciaal, omdat alle gevestigde orde was volledig achter Hillary Clinton. Zelfs de familie Bush die zei al van, we won't vote for Trump, we will vote for Hillary. De gevestigde orde heeft een enorme knal gekregen met deze verkiezingsuitslag. En de media is, als gevestigde orde, daar nog steeds heel erg mee bezig om het te proberen te forceren tot een soort van, uit de hand gelopen, denk ik veel wat. We werden helemaal gebombardeerd richting de uitslag toe. Dat Trump, die wist nog niet zeker of hij de uitslag zou accepteren. Dat zou hij op het moment dat de uitslag kwam, zou hij dat vertellen. Maar Hillary was de hele tijd van, you are a disgrace for democracy if you don't just accept the election results. Nou, bullshit, echt bullshit. Er zijn, ik geloof, 2 of 3 miljoen illegalen hebben gestemd. Dus mensen die geen stemrecht hebben, die wel gestemd hebben. Obama die heeft dat nog in een toespraak tijdens de running-up naar de elections, zei hij dat letterlijk tegen mensen van go vote. Tegen illegale mensen zonder stemrecht, dat ze wel moesten gaan stemmen. Als je heel even gaat kijken naar hoeveel mensen die dood zijn, nog steeds geregistreerd zijn om te stemmen, dan krijg je meteen echt, what? Het is een hele rare wereld. Er is no way, Hillary heeft die popular vote echt niet gewonnen. Het ligt echt 3 miljoen lager. En de enige plekken waar Hillary won was waar de waar elektronisch gestemd werd. En dat zijn de stemmachines. Er zijn een stuk of 16 bedrijven die allemaal gelinkt zijn aan George Soros. Ik geloof dat die in 30 of 30 van de 50 staten zoiets. 16 van de... Nou, een heel aantal staten worden de stemmachines werden geleverd door bedrijven gelieerd aan George Soros. En George Soros is heel erg samen, heel erg nauw verbonden met de Clinton-familie. Chelsea Clinton, de dochter van Hillary en Bill. De dochter van Hillary, niet van Bill. Die is getrouwd met het neefje van Soros. Ze gebruiken ook weer de Bill Clinton Foundation om te betalen voor hun bruiloft. De hele Clinton Foundation, dat is echt mega zieke shit. Dan heb je pay-to-play schemes. Dus kunnen miljonairs en miljardairs uit het buitenland die kunnen doneren aan de Clinton Foundation. En dan krijg je de pay-to-play, krijg je access tot whatever. En Hillary Clinton, dat is gewoon gedocumenteerd, zoals Reuters heeft dat toegegeven dat Clinton geld aannam van Saudi-Arabië en Qatar. En zelfs Bill Clinton kreeg, dus ik geloof van Qatar, kreeg hij een miljoen op de foundation voor zijn verjaardag of zo. What? It's his birthday, come on, let's give him some money. Ik bedoel, als je het idee hebt dat daar geen hele rare dingen gaande zijn, dan is er echt iets fundamenteel onjuist. Maar wat zo interessant is aan deze periode, is omdat de media zo zich vast had gebeten dat de enige mogelijke uitkomst moest Hillary zijn. Dat er een enorme bias was in hun reportage over de gebeurtenissen die zich ontvouwden voor ons.
alternatieve media is veel groter dan het ooit geweest. Dus het neemt dingen als New York Times en CNN neemt het gewoon over. CNN werd ook grootschalig de Clinton News Network genoemd, of de Corrupt News Network. Maar hetzelfde geldt voor BBC en vrijwel al die grote organisaties. We kennen allemaal het hele gebeuren rond Demmink en de pedofilieverbindingen. Want in de jaren 90 in Nederland was er een heel groot pedofiel onderzoek naar pedofilie in de politieke top en in de politietop. Toen kregen we nieuwe verkiezingen en flop, alles in de doofpot gedouwd. Maar pedofilie kwam er constant tegen in die hoge lagen. De Jimmy Savile natuurlijk is heel erg bekend geworden. Maar als je gaat naar de International Tribunal Against Church and State, ITCCS.org, geloof ik dat het website is. Die hebben wat 2-3 jaar geleden of zo hebben zij al burgerarrestaties uitgegeven voor Queen of England, de vorige paus geloof ik, de Archbishop of Canterbury. En nog een paar van dat soort hele hooggeplaatste mensen in relatie tot kinderhandel, mensensmokkel, kindersmokkel, kindermishandeling. Nou, dat is echt een hele gruwelijke, smerige wereld waar je eigenlijk ver weg van wil blijven. Maar wat duidelijk is geworden is dat de Clinton en eigenlijk die hele grote, het is veel meer dan Clinton, maar via de hele Clinton-affaire komen we erachter. John Podesta, dat is een beetje de henchman, dat is een beetje de voorman bij wijze van spreken voor de Clinton-familie al een hele tijd. En dat is gewoon geleerd aan een bepaalde pizza-plek. Ja, dit gaat nu heel erg raar klinken, maar je moet echt onderzoek doen, want de mainstream zegt er echt helemaal geen flikker over. Het is ook bewezen dat 65 mensen uit de mainstream media intiem betrokken waren in het Hillary Clinton campagne, offline, dus bespraken hoe en wat voor dingen ze gingen doen. Dus Hillary kreeg van tevoren te horen wat voor vragen gesteld gingen worden en tal van dat soort zaken. In the months leading up to the presidential election, the corporate media worked in hyperdrive to sell Hillary Clinton to America. Party loyalists on both sides became frantic that the candidate they helped create could take the empire's throne, with unpredictable consequences. Amidst a curtain of unquestioning and sycophantic media coverage, a bombshell was dropped by WikiLeaks just weeks before the election, exposing the inner workings of the Clinton clique, an ongoing series of thousands of emails from John Podesta, the chairman of Hillary's presidential campaign. While John Podesta is treated as just a well-meaning Clinton supporter who had his privacy unjustly exposed, he's actually one of the most powerful people in Washington, operating mostly behind the scenes, until now. John and his brother Tony are considered two of the most influential corporate lobbyists in the world. Het is lang duidelijk geworden dat tijdens de primaries van de Democraten dat Bernie Sanders, dat hij echt keihard aan het winnen was. Maar zoals bekend, Hillary Clinton is de gevestigde orde, die moest winnen. Dus Bernie Sanders is onder de bus gegooid. Ze zullen wel iets van chantage op hem hebben kunnen voltooien. Toch meteen een extra huisje cash afbetaald, een beetje dubieus. Maar wat we op dit moment zien. En naar mijn idee is ook daar een van de redenen dat NPO zo bezig is met we willen de gewone man bereiken. Omdat er onder heel veel mensen die wel geëngageerd zijn, politiek geëngageerd, of dat nou geopolitiek is, of duurzame energie, er zijn heel veel velden. Iedereen heeft wel het gevoel van iets klopt er niet, er klopt iets niet. Maar hoe verder je daarin duikt, hoe duidelijker wordt hoe alles met elkaar verbonden is. En heel veel van die netwerken al heel erg lang bestaan en bepaalde methodes hebben om dat in de hand te houden. Op zich ben ik zelf erg enthousiast over het einde van mainstream media, omdat de hoeveelheid leugens zijn zo abominabel. Het is zo groot en het is zo verwerpelijk. Er moet een verandering komen, want anders gaan we echt hele rare taferelen krijgen. Maar dat is nog niet te min. Op het moment dat iedereen stopt met centrale mediavoorzieningen te vertrouwen, dan gaan we een enorme divide, een enorme leegte creëren tussen groepen mensen. En die zal alleen maar groter worden. Dus er is naar mijn idee een enorme reden om juist nu moet er media zijn, het liefst wel via mainstream sources te zien, waarbij juist wel informatie wordt gegeven, waar men juist wel een discussie over aan kan gaan in plaats van Trump is dom, Obama was geweldig, Hillary was geweldig en het is achterlijk waar we nu in terechtkomen. Dat is gewoon echt een hele bekrompen perceptie. Geopolitiek gezien, de enige reden dat Syrië zo belangrijk is om het hele Assad-regime te verwerpen, is vanwege de pijplijn die hebben we. Rusland is een groot voorziener in Europa van gas. Daarom moest Oekraïne de koep daar gebeuren, zodat ze daar een verandering kunnen teweeg brengen. Vervolgens via Syrië willen ze omverwerpen, want dan kunnen we via Qatar een pijpleiding naar Europa trekken door Syrië heen. En dan zijn we niet meer afhankelijk van de Russen. En dat zou veel beter zijn dan afhankelijk zijn van Qatar. Vraag me niet waarom.
Dat is eigenlijk de geopolitieke, een van de geopolitieke redenen waarom Syrië van groot belang is voor de NATO om een regimeverandering door te duwen. Dat zal gewoon niet gebeuren, dat is een vrij idiote gedachte, maar we weten allemaal laten we zeggen 85, 90, 95% van de westerse politici zijn mensen zonder ruggengraat die echt maar een beetje achter medemens aanlopen en geen enkel flauw benul hebben van wat er gaande is en daar niet echt onderzoek naar doen. Dus ik denk dat het is echt een zaak om jezelf een beetje te gaan informeren op tal van zaken. Want anders ga je echt niet snappen wat er komen gaat. Een van de redenen waarom ik was erg voor Trump en dan word je echt aangekeken alsof je een discriminerende zakkenwasser bent die niks anders doet dan zijn middelvinger opsteken naar iemand met een ander kleurtje of weet ik veel wat. Dat is echt, echt achterlijk. I'm sick of this race and divide. It's always divide and conquer. It's a scam. And I know it's not going to get on CNN. Lucky enough, but I've been out here making sure that I express my support for Mr. Donald J. Trump. And I'm fighting back against people like Black Lives Matter, which CNN supports, along with the Hillary Clinton Foundation and the Bill Clinton Foundation, the traitors to this country. What do you think about the fact that white supremacists support Trump? It doesn't matter. That's the right to free speech. I'm sick of this race and divide. And CNN is perfect at doing that. It's always divide and conquer. People have the right to choose whatever they want. What the hell has that got to do with Donald Trump? He's not a racist. I'm sick of that. It's a scam. And I know it's not going to get on CNN. We're sick of you media. What do you think about what he just said to you? That's maybe not a fair question to ask if you're trying to associate Trump with racism. He was never called racist before he started running against the Democratic Party. I mean, is that a fair question to ask? Are you saying that Trump is racist because some racist guy supports him? I'm just here doing my job. Okay, so that was your question. That's a good question. Yeah. At least answer it. Yes, because Trump is not a racist. Again, it's the media who gives us those perceptions. You see, because the Democratic Party, they always control the black people. It's a plantation. As long as they're on the mammary gland of America, sucking, getting their food stamps, getting their welfare, and they're not dreaming for the stars. They're not, and society is killing that dream. They're killing that dream by this globalism. Hell with globalism. Because globalism takes away America's wealth. Trump heeft trouwens meer stemmen gehad van donkere mensen en van Hispanics, Latino's, dan Mitt Romney kreeg in 2012. Dus dat hele racisme, dat is echt, daar klopt geen flikker van. Dat is heel erg door de media zo gebracht, zodat jij een bepaalde perceptie hebt van wie hij is en zodat je niet nagaat denken over hoe of wat. En natuurlijk zegt hij hele rare dingen af en toe, maar over het algemeen via de media zie je enkel één segment. Dus je hoort de voorgaande zin niet, je hoort de zin erachter niet, dus je krijgt iets totaal uit zijn verband gerukt. En dat is gewoon... Ja, media manipulatie, simpelweg. Informatie manipulatie. Het hele gebeuren rond de pedofilie is heel erg belangrijk om daar wat meer over te snappen. In Europa we zijn heel veel zaken geweest van pedofilie. Maar elke keer, op het moment dat het richting de top gaat, dan wordt het onderzoek wordt gestopt. Het wordt huppakee, doof wordt gestopt en iedereen is van, we hebben de schuldige of weet ik veel wat. Dus mensen hebben geen moral guide of zo. Het is echt zo van, het zal wel niet zo erg zijn, weet ik veel wat. En dat is echt zo dodelijk. Die shit is, we laten echt zoveel toe. En dat is in Amerika heel erg anders. Dat mensen zijn wel politiek geëngageerd. Dus als de meerderheid, en er zijn al heel veel, de meerderheid heeft op Trump gestemd. En verreweg de meeste daarvan zijn al op de hoogte hiervan. Maar dat gaat echt zorgen voor fenomenale opstanden. Als dat niet echt aangepakt wordt. Want dat is, dat wordt echt niet getolereerd. Goede zaak. Maar er zijn zoveel dingen met die Hillary aan de hand. Joh. Dat is geen plezant type. Zelfs, even kijken hoor, mensen in haar campagne, die stelden op een gegeven moment voor, have her beat the shit out of a staffer as preparation to make Clinton less unpleasant during interviews. Dat staat er echt letterlijk, have her beat the shit out of a punch doll, or maybe a staffer, so she would be warm and charming in the interview. Het hele gebeuren over, I've not received or sent any classified material through my private emails. Dat is totale bullshit. Er zijn gewoon WikiLeaks emails ook ervan. Dan heeft ze contact met Colin Powell en dan vraagt ze van, hey, hoe doe jij dat nou, om dat allemaal een beetje te omzeilen. En op het moment dat jij niet een overheid per se gebruikt, maar een je privé dossier, dan heeft de overheid helemaal geen mogelijkheid om dat document te classificeren. Dus per definitie omzeil je dat hele gebeuren. En daar is gewoon bewijs van. En daar heeft ze veelvuldig van gezegd dat ze nooit classified material heeft verzonden en dergelijke. Dus ze heeft gewoon gelogen onder ede. Dat is perjury. Dat is wel heftig iets. What, like with a cloth or something? No. She didn't just delete tens of thousands of those emails. She wiped the server clean. The server will remain private. I've been the most transparent public official in modern times, as far as I know. Is this how you do it? Roping off the press and their questions from even talking to you at a parade? I did not email any
classified material to anyone on my email. There is no classified material. Nothing that was sent at the time or received was secret. Her defense? They weren't marked classified. They couldn't be marked classified. Because by not using government servers, she actually prevented the government from reviewing her emails. It is a federal crime to negligently handle classified information under 18 U.S.C. 1924. It is a federal Class A felony under 18 U.S.C. 798. She's committed a Class A misdemeanor under 18 U.S.C. 1924. There's a connection between Cairo and Benghazi. She said this. There's no connection between the two. Your experts knew the truth. Your spokesperson knew the truth. Frank Hicks knew the truth. But what troubles me more is I think you knew the truth. You tell the American people one thing, you tell your family an entirely different story. When she certified under oath, quote, under penalty of perjury to a federal judge, that she had surrendered all of her emails to the State Department. In fact, she had not. My verdict? Based on the evidence, is guilty. De samenlink tussen mainstream media en de kindercampagne is iets om echt een beetje in te verdiepen, zodat je het idee hebt wat er gaande is. De Kinder Foundation is al lang vastgesteld dat die bezig is met illegale praktijken. Ze zijn zelfs Haiti uitgeschopt om, we weten allemaal Haiti, grote ramp daar, iedereen veel geld gedoneerd. Nou, de Kinder Foundation was een van de grote mensen, de grote foundations die daar kwamen en zeiden van, nou, dat gaat wel via ons, dat gaan wij weer regelen. Nou, dat is echt schandalig veel geld is achterover gedrukt en bijna niks is naar de mensen zelf gegaan. En als het naar bepaalde projecten ging, was het over het algemeen niet iets wat de gewone burger daar ten goede kwam. That is why I am running for president of the United States. We hebben zo ontzettend veel. Ik weet niet of je al gehoord hebt van Spirit Cooking. Dat is een bizarre aangelegenheid waar Podesta, die nodigde af en toe mensen, hoe heet ze ook weer? Marina Abramovic uit. Voor een gezellig avondje Spirit Cooking. Ja, je kan daar informatie vinden op internet, via YouTube. Marina Abramovic Spirit Cooking. Dat laat iets zien. Ik geloof dat ze dat in 92 of 97 hebben opgenomen ofzo. Dat is een combinatie van meerdere materialen die ze samengooien. Wat, nou, echt lijpe shit. Daar word je misselijk van. Look, we came, we saw, he died. We came, we saw, he died. Look, we came, we saw, he died. Look, we came, we saw, he died. It's not a laughing matter. I take it really seriously. Vote for me because I'm a woman. One of my parents is I'm a woman. All these mothers vote for me because I'm a woman. Cause I'm a woman. Vote for me because I'm a woman. One of my parents is I'm a woman. All these mothers vote for me because I'm a woman. Cause I'm a woman. A woman running to be the first woman president. I cannot imagine anyone being more of an outsider than the first woman president. Who could be more of an outsider than a woman president? Well, I can't think of anything more of an outsider than electing the first woman president. A woman president of the United States of America. Een van Hillary's dichtgezijnde mensen tijdens de afgelopen jaren was Huma Abedin. Huma Abedin is opgevoed in Saudi-Arabië. Heeft nog steeds links met Saudi-Arabië. Heeft ook rare uitingen gegeven. Nou ja, Saudi-Arabië financiert ISIS samen met Qatar. Dan weet je eigenlijk al wel genoeg. Her history and alarming connections are mostly unknown to the American people. Who is Huma Abedin? What do we know about Hillary Clinton's number one aide and sidekick for 20 years? Hillary spoke at Huma's wedding saying, "If I had a second daughter, it would be Huma." This presidential election decides who gets to run the most powerful country on earth, so it is obviously very important to understand the facts about Huma Abedin, as she may very soon become chief of staff in the White House. I'll be simplifying an intricate web of people, organizations, and events that unraveled over many years. All of this information and more is available online for anyone who has access to Google. Anyway, here is an unbelievable story of infiltration, unfolding before our eyes, and the most important aspect of this election that you definitely won't see on CNN. There are four main players in this. Hillary Clinton, Huma Abedin, Abdullah Omar Nassif, and Saudi Arabia. Huma was born in the USA. Then when she was 2 years old, her family moved to Saudi Arabia.
They lived in Saudi Arabia for 16 years. Huma returned to the USA when she was 18 to study at George Washington University. Only after 2 years in the country, she became an intern for Hillary Clinton, and soon after started working full-time. Also in 1996, Huma was working at her family business, a journal by the Institute of Muslim Minority Affairs. The Abedin's family business is owned by the Muslim World League, Saudi Arabia's global organization that promotes violent Wahhabi Islam. They even share an office at 46 Goodge Street, London. Saliha Abedin, Huma's mother, and Hassan Abedin, Huma's brother, currently work there still. Abdullah Omar Nassif is one of the founders of the Muslim World League and served as vice president of the Saudi Kingdom Shura Council. He created Huma's family business along with her father. He also funded Al-Qaeda and Osama bin Laden, as did Saudi Arabia, for many years. His organization was declared guilty of funding Al-Qaeda terrorism by the USA State Department. During the Holy Land Foundation trial in 2001, the FBI discovered that the Muslim Brotherhood gave over $12 million to Hamas, the terrorist organization. They also found the secret 18-page plan for the Muslim Brotherhood, which explains that their work in America is a kind of grand jihad in eliminating and destroying Western civilization from within. This document is available online in full. One of the many listed organizations within the Muslim Brotherhood was the Muslim Students Association, which Huma was an executive board member on for 3 years. Only 2 years after Huma left, Anwar al-Awlaki, the al-Qaeda member and preacher to 9/11 hijackers, became chaplain of the same Muslim Students Association that Huma was a part of. To make things worse, Huma's mother, Saliha Abedin, is a leading member of the Muslim Sisterhood, the women's division of the Muslim Brotherhood. All of these organizations share the same goal and tell us repeatedly in plain English. They want to destroy Western civilization and replace our laws with oppressive Sharia law like you see in Saudi Arabia. On 9/11, Abdullah Omar Nassif, Saudi Arabia, and Al-Qaeda tried to do just that. Where was Huma that day? The top funders of the 9/11 attacks created Huma's family business. Huma was officially working for the terrorists and Hillary Clinton the day those towers fell. Huma Abedin has never come forward with any information about her Saudi co-workers. Absolutely none of Huma's connections were mentioned by her during the investigations into 9/11. She has made no mention of her relationship to Abdullah Omar Nassif, the Muslim World League, Muslim Brotherhood, or her current status at her family business, which could be of unimaginable assistance to the FBI and the CIA. Huma's mother still works for the Muslim World League, yet Huma has made no effort to distance herself from her mother or her radical views. Saliha Abedin is a leading Sharia activist who has, for example, published a book called Women in Islam that claims secular man-made laws enslave women. It supports female genital mutilation, the death penalty for leaving Islam, the legal subordination of women, and the participation of women in violent jihad. Hillary Clinton has flown to meet with Saliha Abedin many times. Huma says that her mother considers her to be a big deal and is proud of her. Huma's absolute silence on all questions regarding her extremist ties says far too much. How can someone with such close links to terrorism be allowed access to our top secret information and have security clearances? Especially since it was found that Huma was accessing Hillary Clinton's emails and physical documents. The Clinton Foundation received over $25 million from Saudi Arabia, and they also funded 20% of her election campaign. Saudi Arabia's massive influence on the Clintons and Obama administration has not gone unnoticed. The damaging results of Islamist influence on the USA and Europe is worthy of another dedicated report, as this is just the tip of the corrupt iceberg. But you can no longer deny that Hillary Clinton is actively working with a global movement whose goal is to destroy Western civilization, just for the selfish benefit of money and power. Huma is the previously hidden link between the Clintons and Saudi terrorism. Dozens of other people and organizations were left out of this for length. Any rational person should have high standards of evidence for claims such as this. So here is the fastest way to prove Huma's tie to Abdullah Omar Nassif that you can look up for yourself and is sourced by their own websites. Start at the website of Huma's family business, the Institute of Muslim Minority Affairs. See that Huma's mother, Saliha, and Huma's brother, Hassan, currently manage this company. Now go to the website for the Muslim World League, owned by Saudi Arabia and Abdullah Omar Nassif. Note the address is listed by their website, 46 Goodge Street, London. Now, back to Huma's family business. If you scroll down, you see that same address, 46 Goodge Street, London. Clearly anyone can prove in seconds that Huma's family business is owned by Saudi Arabian terrorists. Their own websites make no secret of this fact. There are no more excuses for Huma's silence. She has had years of opportunities to distance herself from terrorists and radical views, but would rather simply hide. The American people demand an explanation from Huma Abedin and Hillary Clinton before the election. One simple, straightforward question needs to be answered. Did Abdullah Omar Nassif create your family business? And were you working with him in any capacity on September the 11th, 2001? Yes or no? This year marks the 15th anniversary of the day Al-Qaeda murdered 3,000 innocent citizens. Let's not forget about it so quickly. Huma's security clearances should be revoked until she or Hillary directly address this national security threat. Unfortunately, in the meantime, because of the overwhelming silence and lies, it appears to be true that a vote for Hillary Clinton will be a vote for Huma Abedin, the Muslim Brotherhood, Saudi Arabia, Al-Qaeda, and a wish for the complete destruction of the United States of America. Great.
Donald, you're probably the best known builder, particularly of great buildings in the city. There's a great deal of question about whether or not the damage and the ultimate destruction of the buildings was caused by the airplanes, by architectural defect, or possibly by bombs or aftershocks. Do you have any thoughts on that? Well, it was an architectural defect. You know, the World Trade Center was always known as a very, very strong building. Don't forget, that's a big bomb in the basement. Now, the basement is the most vulnerable place because it's your foundation. And it withstood that. And I got to see that area about 3 or 4 days after it took place because one of my structural engineers actually took me for a tour because he did the building. And I said, I can't believe it. The building was standing solid and half of the columns were blown out. I mean, so this was an unbelievably powerful building. If you know anything about structure, it was one of the first buildings that was built from the outside. The steel, the reason the World Trade Center had such narrow windows is that in between all the windows you had the steel on the outside. So you had the steel on the outside of the building. That's why when I first looked, and you had big, heavy I-beams. When I first looked at it, I couldn't believe it because there was a hole in the steel. And this is steel that was, you remember the width of the windows in the World Trade Center, folks. I think, you know, if you were ever up there, they were quite narrow. And in between was this heavy steel. I said, how could a plane, even a 767 or 747, or whatever it might have been, how could it possibly go through the steel? I happen to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously, because I just can't imagine anything being able to go through that wall. Most buildings are built where the steel is on the inside around the elevator shaft. This one was built from the outside, which is the strongest structure you can have. And it was almost just like a can of soup. You know, Donna, we were looking at pictures all morning long of that plane coming into building number two. And when you see that approach the far side, and then all of a sudden, within a matter of a millisecond, the explosion pops out the other side. Right. I just think that there was a plane with more than just fuel. I think, obviously, there were very big planes. They were going very rapidly because I was also watching where the plane seemed to be. Clinton liet haar schoonmaakster haar geclassificeerde documenten uitpinten als het nodig was. What? Even kijken hoor, Reuters, ja, of Qatar. Het neefje van Soros, de man van Chelsea Clinton, gebruikt de Clinton Foundation om zijn hedge fund een beetje te boosten. Er wordt heel veel gestemd nu over, Jill Stein heeft het voorgesteld, dat er moet een recount komen. En niet een recount van alle stemmen, maar enkel in 3 staten. In 1 van die 3 staten zijn helemaal geen elektronische stemmogelijkheden gebruikt. En het gaat om, het zou mogelijk gehackt zijn, dus die staat valt al eigenlijk af. Er zijn er nog 2 staten en beide staten, of alle 3 staten zijn alleen staten waar Trump gewonnen heeft. Dat is een heel dubieus iets. Ze begon met, om dit te doen hebben we $2 miljoen nodig, dus alsjeblieft doneer wat. Heel veel mensen doneerden, dus binnen no time stond daar, we hebben $2,5 miljoen nodig. En mensen bleven doneren, het was wel, we hebben $4 miljoen nodig. Nou, volgens mij zitten ze ondertussen op de 5,5 miljoen of zo. Dit is een vrouw die voor haar hele campagne heeft ze, ik geloof 2 à 3 miljoen vergaard. Dus echt over 18 maanden campagne voeren heeft ze €3 miljoen opgeraapt. En nu binnen 24 uur meerdere miljoenen. Dat is naar mijn idee, riekt dat naar meer George Soros en dat soort donoren mensen. Als je gaat kijken, er is een groep, de Project Veritas. Project Veritas Action. Ja, kan je ook weer YouTuben door Rourke O'Malley, geloof ik, dat de... Een van de leiders van het groepje heet. En ze hebben een serie video's uitgegeven. Dat heet Rigging the Election. En ze hebben meerdere video's, maar er zijn er 4 die echt wel handig zijn om te bekijken. Zodat je iets meer beeld krijgt over dat hele campagne gebeuren. De eerste is, dat is allemaal Rigging the Election. Rigging the Election video 1, video 2, video 3 en video 4. En dat laat al heel snel zien wat de methodes zijn van de democraten in richting de electies. Ze hebben het over dat ze gaan riots gaan ze creëren. Ze hebben het over bird dogging. En het is een enorme provocatie. Waarin vanuit de media leed gezegd werd dat de Trump-kant heel erg aan het provoceren was. Terwijl als je dus gaat kijken naar hoe het werkelijk ging, dan is dat een volledig omgekeerde wereld. It doesn't matter what the freaking legal and ethics people say. We need to win this motherfucker. Hillary is aware of all the work that you guys do. I hope. Yeah, then it's fully up. And then they tell Hillary what's going on. Well, I mean, Hillary knows who's in command. Yeah. I'm not suggesting we wait around. We need to start this shit right away. Okay. On every one of these fronts. Okay. Do I call this conflict engagement? Mm-hmm. That's your version of re-enfranchising. Conflict engagement in the lines at Trump rallies? No. We're starting anarchy here. This is part one of our undercover investigation into the dark, backroom dealings of the Hillary Clinton presidential campaign. The culmination of a year-long investigation infiltrating the machine from the bottom all the way to the White House. There are concerns this election will be rigged. What you're about to see will make you uncomfortable and angry. It's graphic, uncensored, and disturbing. Our attorneys say there is strong evidence of criminality. And this is just part one. De FBI agents in de White House die hebben Hillary omschreven als Antichrist personified. Het zijn dus mensen die tot voor haar bewaking zorgen, die echt bang zijn voor dat lieve vrouwtje Hillary Clinton. Er is iets echt heel fucked up met dat mens. Sinds 2012 is ze onderuit gegaan, toen heeft ze haar hoofd gestoten. En volgens de mainstream is er helemaal niks aan de hand. Maar het was gewoon een bloedklot die ze in haar hoofd kreeg. En 50% van de mensen die zoiets overkomt, die krijgen daar shocks van en dergelijke. En er is gewoon ook weer videomateriaal van dat zij, dat ze kijkt naar ballonnen en zo. Druggy eyes, weet je. Maar ook bij een interview dat een journalist onderheen wordt vraaggesteld. Zie je helemaal schudden. What? Geen seconde komt er van het mainstream media. Marijuana.
that inmates... excuse me. Too much to say. That's been... Wow. Thank you, Hazel. That's been part of my mission. Representing poor people through the Legal Services Corporation. It was about making people's lives better. And it taught me that even if you're young, you don't have a powerful job, if you work at it, you stick with it, you can make a difference. Nou, we weten allemaal Bill Clinton natuurlijk, die heeft, iedereen weet van Monica Lewinsky, maar er heeft tal van vrouwen waren daar. En Hillary Clinton die was er heel erg mee bezig, die had private detectives die ze inhuurden om die vrouwen te onderzoeken. Niet zodat zij Bill Clinton een rechte papper kon trekken van, die shit doen we niet meer. Nee, het was om informatie te vergaren over die vrouwen, zodat de vrouwen gewaarschuwd konden worden van, hey, als jij hier ooit iets over zegt of naar buiten brengt, dan is the end of your life ongeveer, pretty much. Dit weten we over je, dit weten we over je, dit weten we over je, dus dat gaan we allemaal buiten brengen op het moment dat je dat doet. I finally parted company with Hillary Clinton when I saw how she was using private detectives to investigate the women who were linked to her husband. Not to change him, not to reform him, not to make him a better person, but to cow the women into silence so that he could get elected president. I do not want that woman controlling the IRS or the DEA or the NSA or the FBI or the CIA. Not in a democracy, I don't. We hebben het niet eens over de hoeveelheid van hele rare of hele rare suïcide en overvalmoorden en dergelijke die heel erg binnen in de hele in de korte cirkel om de Clintons vaak afspeelt. Dat is echt meer dan 10. Er is wat dat betreft echt heel erg veel gaande, maar juist die pedofilie is heel erg belangrijk, omdat die pedofilie een soort van overkompassen. Er is iets fokt op in de hogere epsilons van de maatschappij. De mensen waarvan wij denken dat ze macht hebben en dergelijke. Dat hebben we natuurlijk niet, maar dat is wat wij ze geven. Er is volgens mij als door de Stanford University al een aantal jaren geleden meerdere onderzoeken gedaan met het onderwerp self-entitlement. Self-entitlement, ik denk dat je dat vertaalt als zelfverrijking. Maar verschillende onderzoekjes. En het is heel erg interessant om wat het laat zien. Ik zal een paar dingetjes ervan uitleggen. De ene is, de ene test is bijvoorbeeld, gaat over monopolie. Twee mensen komen de kamer binnen en bijvoorbeeld op een steentje, degene die het hoofd gooit, die krijgt twee keer zoveel geld. Mag met 3 dobbelstenen gooien, dan zijn 2 dobbelstenen. Dus een hele ongelijkwaardige rol is daar, wordt daar gegeven. Dan hebben ze wat chips en wat drankjes en dergelijke. En mensen beginnen dat wel een keer te spelen. En de persoon die... In het begin, je praat gewoon met elkaar en je dobbelt en van, oh, nou, je mag beginnen. Oh, je krijgt dubbele bos, ziek, oh, het is allemaal grappig, niks aan de hand. En dat is een hele open communicatie. En hoe langer dat spel zich voortzet, hoe duidelijker de dominantie van de persoon wordt die in zo'n voortrekrol is geplaatst. Dus met chips, ze gaat steeds meer chips nemen en dominanter praten. En ja, dominanter praten. Het, op zoveel maniertjes. Het is een soort van, oh wacht, maar het gaat goed met mij nu. Vervolgens wordt die mensen gevraagd, spelletjes afgelopen, van hey, vertel er eens wat over, wat was je tactiek? En dan gaan ze allemaal vertellen wat ze hebben gedaan, hoe ze hebben aangepakt. Maar echt, maar een heel klein percentage van de winnaars vertelde dat ze gewoon een absoluut bizarre voorsprongrol hadden op de ander. Dus het is een soort van, op het moment dat het goed gaat, dan ga je liever niet vertellen waarom het goed gaat. Hetzelfde met Californië, was een nieuw wet aangenomen dat autorijders moesten stoppen voor voetgangers als een voetganger over was steken. Nou, hebben ze een camera ergens neergezet bij zo'n oversteekplaats. En gingen ze gewoon kijken welke auto's stoppen wel, welke auto's stoppen niet. En keken ze naar de waarde van de auto. Ik geloof de onderste 40% qua goedkoopste auto's stopte allemaal. En van de bovenste 40% qua dure auto's, dus de dure auto's, daarvan stopte echt van 20% maar of zo. Ik heb de data niet helemaal bij handen, maar het laat heel erg zien hoe op het moment dat jij... veel verdient, dan wordt jouw perceptie naar mensen die minder verdienen vrijwel automatisch, als je daar niet echt kritisch mee bezig bent zelf, ga je naar, op een andere manier kijken naar die mensen. En dat zie je constant. De mensen die al heel erg lang in hoge posities zitten, die vinden dat zij veel meer mogen dan andere mensen. En die pedofilie is daar een heel bizar voorbeeld van, dat mensen het idee hebben dat ze boven de wet staan of zo. Het is echt onsmakelijke tering door. Maar het is zo wijdverbreid. Het is echt... Nou ja, ik geloof dat de Duitse politie, de geheime dienst, een van de eerste was die dat soort praktijken toe incorporeerde. In principe, als jij iemand, een politici van een ander land of van je eigen land, weet ik veel, iemand is kritisch bijvoorbeeld over uitgaven op militaire uitgaven, die heeft zoiets van, nee, we stoppen volledig, we schaffen het leger af.
Vervolgens wordt iemand een beetje, weet ik veel wat, met een of andere substantie wordt er in die persoon geknald. In een beetje van een delirium, of helemaal niet. Ik wat, wordt in een kamer gezet met een meisje die heel erg jong is, of weet ik veel wat. Er wordt een situatie gecreëerd dat er gewoon echt hele misselijkmakende dingen gebeuren. Maar het wordt wel op beeld vastgelegd. Dus op het moment dat jij zegt van, hé, dat regen vind ik helemaal niks, kap ermee. Dan kan die geheime dienst naar je toe komen en zeggen van, weet je het zeker? Als je dat doet, dan gooien we dat op de mainstream media. En dan is je carrière is voorbij, dan al je vriendschappen zijn voorbij. Ik bedoel, niemand wil dat zoiets uitkomt, want het is gelukkig nog steeds moreel verwerpelijk. Hoewel er een enorme poging is om pedofilie op de een of andere manier te zien als een normaal iets of zo, dat ook maar mensen zijn. Tuurlijk zijn het mensen, maar als je geen normen en waarden hebt, dan is volgens mij een mens niet veel meer dan een dier. Ik hou heel erg van dieren, meer van dieren dan van mensen in die zin. Maar het is gewoon moreel verwerpelijke teringzooi, simpelweg. En er is zoveel informatie over. In Canada, de documentaire The Ninth Circle. We hebben de Jimmy Savile in Engeland. We hebben de Conspiracy of Silence. Ook een documentaire. Er zijn zoveel groepen die er allemaal mee bezig zijn. We weten daar wel een beetje vanaf in Europa, maar ik weet niet waarom. Maar iedereen komt overal mee weg. En dat is misselijkmakend. Ik kom een beetje weg van dit onderwerp. Ik ben er echt fucking misselijk van. Maar dat is gewoon het belangrijkste. Ik bedoel, de mainstream media, er zitten heel veel gasten en dames die dezelfde dingen doen. Clinton is, Hillary is... meerdere malen. Het is niet alsof die pedofilie enkel gaat over Bill Clinton. Hillary is daar ook echt mee verbonden. Je hebt Jeff Epstein, een multimiljonair, die met zijn vliegtuig heet Lolita Express, geloof ik. Heeft hij zowel Bill als Hillary meerdere malen ook meegenomen naar, ik weet niet wat voor land het was, ook weer voor dat soort escapades. Het is echt bizar veel allemaal. Nog meer dingen in de Wikileaks e-mails. De Stratfor employees say Hillary had Vince Foster killed. Nou, er zijn al heel veel geruchten over, heel erg lang, maar er wordt nooit iets aan gedaan. Maar zelfs dus mensen in haar eigen campagne die hebben het daarover. Hillary heeft haar invloed gebruikt om mensen die veroordeeld zijn voor kinderhandel, om die in de kleer te krijgen. Obama heeft net gezegd dat hij er niks van wist over dat hele private e-mail gebeuren van Hillary Clinton. Maar dat is ook bullshit, want er zijn gewoon e-mails van haar naar hem via de privé e-mail. Dus als je daar niet uit... Ik bedoel, come on, what the hell. Hillary, she's an animal. Hillary is the one that I promise you, she pulls the strings. She pulled them in Arkansas. She pulled them in the White House when she was there as the first lady. And my God, if she gets to be president. We hebben een post van de Washington Examiner, een media outlet. Pedophilia in the US is unprecedented and has reached an almost epidemic level, according to Assistant Director of FBI's Criminal Investigative Division, Joseph Campbell. Dus de pedofilie in de US is unprecedented. Het is nooit eerder zo geweest en het heeft, tenminste, het is heel veel, ook daar weer veel historie van pedofilie, maar het has reached an almost epidemic level. Dus het lijkt zich enorm om zich heen te slaan, alsof het enorm aan het uitbreiden is. The level of pedophilia is just unprecedented right now, Campbell said. We have so many cases constantly of individuals in all walks of life, from the very wealthy to all other levels engaged in child pornography, child exploitation. It just seems to be almost at an epidemic level. The vast majority of children trafficked in the US are not Mexican or Central American, but are American. Women from the East Coast to the Midwest tell frightening, similar and horrific stories, reported the BBC. Neglected, abused, exploited and often ignored, starting from a young age, sometimes even prosecuted by the very people who should have protected them. Er is echt veel realisatie nodig bij de gewone burger, omdat als wij niet bewust worden waar de mensen die zeggen dat zij onze spreekbuizen zijn, hè, de politici en de politici natuurlijk ook, in principe zijn ze er om de burger, de politici is de stem van de burger, wij geven onze stem aan de politici, die gaat voor ons vertellen hoe of wat tegen de grote groep, en de politici is onze burgerbescherming. Als deze twee instanties, en media hoort daar ook helemaal bij, als die echt geïnfiltreerd zijn, en daar lijkt het heel erg op, dan is het echt heel erg moeilijk voor mensen die nog helemaal niet gehoord hebben over deze onderwerpen, om op een of andere manier daar uit te komen. Heel veel dingen, daar wil je niet over nadenken, dat cognitieve dissonantie, dat hoort niet bij. Maar we komen echt in een tijdperk waarin informatie... wordt een heel erg kostbaar iets, omdat
Tenminste, informatie aan zich is natuurlijk overal. Iedereen maakt informatie van alles en nog wat. We hebben nooit zo'n grote informatie voor je gehad. Maar accurate informatie. Gewoon kritisch nadenken over wat staat hier, wat lees ik, wie financiert dit. We moeten veel meer geëngageerd zijn bij het consumeren van media. Want er zijn te veel belangen die hun eigen rol niet op willen geven. You voted against the Civil Rights Act in 1964. Would you do so today? I would have to vote against it. In 1964, during the presidential election of that year, I was a Goldwater girl. I mean, really, we used to wear, you know, little banners which said Goldwater girl. Extremism in the defense of liberty is no vice. You know, when I left law school, my first job was with the Children's Defense Fund. Well, you know, Hillary Clinton's an old friend, but they are not friends in politics. We profoundly disagreed with the forms of the welfare reform bill. By the time Bill and I left the White House, welfare rolls had dropped 60%. You know, many years after that, when many people are pronouncing welfare reform a great success, you know, we've got growing child poverty, the poor are suffering. My first job was with the Children's Defense Fund. Then they'd have to talk about the Clinton's past. The same Confederate flag Bree Newsom took down from above the South Carolina State House represents the exact same slave-owning and traitorous Confederacy for which Bill Clinton signed a resolution stating that the highest star on the Arkansas flag represented. To this day, they still have an official Confederate flag day. And not only did Bill and Hillary never say anything about this, but for 12 years, they celebrated the Confederacy too. I wouldn't want to talk about my past either if I were them. We just had the tape. You just said that I complimented the Republican ideas. That is not true. What I said was is that Ronald Reagan was a transformative political figure because he was able to get Democrats to vote against their economic interests to form a majority to push through their agenda, an agenda that I objected to because while I was working on those streets, watching those folks see their jobs shipped overseas, you were a corporate lawyer sitting on the board of Walmart. The persistent scourge of child labor. I'm always proud of Walmart and what we do. Clinton also took a role in supporting a Buy America program. One of the reasons we want to buy America is because we love America. Walmart continued to get most of its products from overseas during its Buy America program, including from this factory in Bangladesh that used 11 and 12-year-old girls. The persistent scourge of child labor. When he was in trouble in the polls over Jennifer Flowers, he went back to Arkansas, of which he was still governor, and supervised the execution of a mentally disabled, in fact, a lobotomized, a black defendant called Ricky Ray Rector. He didn't know he'd been sentenced to death. He didn't understand when they came to give him his last meal what was happening. Well, any other week would have received a clemency from the governor, because there was no one in the prison thought he should be executed. The prison chaplain resigned on this. It was like killing a child. New Hampshire tonight has made Bill Clinton the comeback kid. Almost 25% of the world's total prison population. The numbers today are much higher than they were 30, 40 years ago. This bill would have put more police on the street, would have locked up violent offenders so they never could get out again, would have given more prison construction money. And soon, Democrats began competing with Republicans to prove they could be even tougher on them. And so it was President Bill Clinton who escalated the drug war far beyond what his Republican predecessors even dreamed possible. And it was President Clinton that championed laws denying federal financial aid to drug offenders for college. It was President Clinton who championed laws banning people with criminal convictions from access to public housing so that people wouldn't have housing upon release from prison. It was the Clinton administration that championed laws denying even food stamps under federal law to people who were once caught with drugs. To a large extent, the basic architecture of this new caste system was championed by a Democratic administration desperate to win back the so-called white swing voters, the folks who had defected from the Democratic Party in the wake of the civil rights movement. Not just gangs of kids anymore. They are often the kinds of kids that are called super predators. No conscience, no empathy. We can talk about why they ended up that way, but first we have to bring them to heal. 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 The man who started my success, the President of the United States, Bill Clinton. The woman who was standing beside Bill Clinton when he signed the Welfare Act admitted before she died that it was the wrong move, that working didn't help her. She worked at a job where she made a little bit of money, and even if she made, after she made a little bit of money, she still couldn't afford her medicine. Clinton used her, just like he used black people, just like Hillary Clinton is using black people now. I'm kind of tired of being used. By the time Bill and I left the White House, welfare rolls had dropped 60%. I'm sorry to say, what I thought would happen has happened. This was a blunderbuss. This was just an axe, a hatchet. 6 million, 2% of our population have no income except those food stamps. Food stamps is the sole thing that stands between them and being totally without any income. I want to talk about this story that CNN.com put out dealing with the recession worsens racial wealth gap. Whites have a net worth about 20 times that of blacks and about 18 times that of Hispanics. Who's to blame for this? She was very close to Robert Rubin, to Lawrence Summers, to the people in the Clinton administration who gave us the radical deregulation of Wall Street. So they're the ones that opened the door to the Wall Street thieves that brought on the Great Recession. Hillary Clinton has not been a friend to black people. We're not just talking about mass incarceration. This duo has gutted and devastated the black community. You can draw a line from the evaporation of black wealth in the black community back to the deregulation of the Clinton years. I would be hard-pressed to find, in recent memory, another president who's been quite as damaging.
New York has spent a considerable amount of money and effort devising very good tests. I will end the unfunded mandate known as No Child Left Behind. I do not believe that our children are little test takers. And I do not believe that our teachers should be nothing but test givers. When you narrow the curriculum and you focus just on those tests, you really demoralize teachers. Perhaps the most important records to take a look at is really the records of the Democratic Party. Well, you know, Donald Trump is what Americans love. Donald Trump is what Americans aspire to be. Rich, powerful, do what you want to do, say what you want to say, be how you want to be. That's kind of been like the American dream. So he looks like a boss to everybody. The Americans love to have a boss. So, you know, that's his appeal to me. So I think he's amazing. Yeah. I think you do. Despite some of the outrageous things he said. Or? The outrageous thing he says, it just has, you know, maybe that's what they say here in common. It's like personality flaws a little bit. You know, do you think that he's going to be president of the United States? He should be president of the United States. That's what he should be. He should be president of the United States. What's the move? Can I tell the truth? If I was doing this for you, then I have nothing left to prove. Nah, this for me though. I'm just trying to stay alive and take care of my people. And they don't have no award for that. Trophies. Trophies. And they don't have no award for that. Shit don't come with trophies. Ain't no envelopes to open. I just do it because I'm supposed to be able. I think personally, you know, Donald's a friend of mine. I just think he says it wrong. I think if he can reword some of the things he says and put it in business form, then it really makes sense. But Donald's like a straight up guy. Like if he sees your shirt tucked out, he won't breathe his eye. He'll chuck his fucking shirt. Rather, some guys like to wear their shirts out, but I think you should chuck it in. Like he's a straightforward guy. This country is in an $18 trillion debt, right? Correct. It was 12. It was 10. But it's $18 trillion now. And all I'm saying is, we need somebody with a great business mind that's business savvy to uplift us out of it. Now, if Donald Trump has the country's best interest and can uplift us out of that and get the economy back rolling the right way, yeah, I'll vote for it. What's the move? Can I tell the truth? If I was doing this for you, then I have nothing left to prove. Nah, this for me though. I'm just trying to stay alive and take care of my people. And they don't have no award for that. Trophies. Trophies. And they don't have no award for that. Shit don't come with trophies. Ain't no envelopes to open. I just do it cause I'm supposed to. I don't want to go on record that I don't like Trump. I love Donald Trump. Do you? I love Trump. I love him. You know? He's fucking rich and he's fucking lawless. Like, have you ever been rich and lawless? Yeah. Exactly. So he's fucking rich and lawless. He's wealthy and lawless. Yeah. Like, he don't give a fuck about that shit. The African-American community has been let down by our politicians. They talk good around election time, like right now. And after the election, they said, see you later. I'll see you in 4 years. The African-American community, look, the community within the inner cities has been so badly treated. They've been abused and used in order to get votes by Democrat politicians, because that's what it is. They've controlled these communities for up to 100 years. Mr. Trump, let me unbroken. And I will tell you, you look at the inner cities, and I just left Detroit, and I just left Philadelphia, and I just, you know, you've seen me. I've been all over the place. You decided to stay home, and that's okay. But I will tell you, I've been all over, and I've met some of the greatest people I'll ever meet within these communities, and they are very, very upset with what their politicians have told them and what their politicians have done. I mean, my number one thing, though, and to be honest, is black people. I feel like we put President Obama in the White House. And when I look back, I just wanted more done for my people. Because that's the name of the game. This is politics. You put somebody in office, you get in return the things that you care about for your communities. I think we got a little bit shortchanged. What Donald Trump is saying, look, his best answer is, I want to bring jobs. Let me do it for you. Best debate line, Democrats care about the inner city when it's election time. After election time, what do you get? Zero. What was her response? Quiet. Why? Because that is the truth. He told the unadulterated truth. And even though people don't want to hear the truth is bitter, but we have to swallow it. The Democratic Party I voted for over 20 years of my life. I voted for Barack Obama when he said that he was going to bring hope and change. And yes, we can. And no, we didn't. The jobs didn't come. The better schools didn't come. The investment in our communities did not come. National security, our borders are open. We're not safe. We're not safe. And we've got to stop thinking as black and white and purple and Arab. We've got to start thinking as Americans. And that's what Donald Trump is saying. We're Americans. America first. You know, to call your own citizens super predators is pretty harsh, and you know, and it's pretty big indictment. You know, it's just like the term thug or hoodlum. Now, having said all this, why aren't I 50 points ahead, you might ask? I got this one. Hillary, you're not 50 points ahead because you're more offended by a bowl of Skittles than you are by a basket of deplorables. Donald Trump said you're not 50 points ahead because you're terrible. Everything you touch is bad. Just look at her record. Hillary, you're not 50 points ahead because young women like me, we don't want to be bossed around by pantsuit mafia. Black people don't want to be called super predators, and Latinos don't want you as their abuela.
Hillary, you're not 50 points ahead because we don't want President Pinocchio. You're not 50 points ahead because you're so out of touch with normal Americans. You haven't driven a car since the 1990s. Your idea of road rage is fury when facts stand in the way of your yellow brick road to the White House. You haven't actually parallel parked since I was barely out of diapers. Hillary, you're not 50 points ahead because you don't even know how to swipe your own subway pass and your outfits. Hillary, you wore a jacket. I kid you not, people. Hillary, while you were giving a speech about income inequality, you wore a carpetbag suit that cost $12,495. Hillary, you're not 50 points ahead because you call Republicans your enemies. Let me repeat that. In the same sentence that you named the Iranians, state sponsors of terrorism, as your enemy, you also called those of us who vote Republican, you called us your enemies too. You're not 50 points ahead because you call your Secret Service agents a-holes, you throw bases at your husband, you left four Americans to die in Benghazi to cover your own political rear end, you sold favors at the State Department, you built your own secret server to hide your crimes, you lied to the FBI, you lied to your staff, you lied to the American people, and then you lied some more. Hillary, you're not 50 points ahead because you're the evil twin of King Midas. Everything you touch magically turns to cash in your own pocket, while Libya to Iran, our healthcare to our right to bear arms, suddenly bursts into flames fueled by corruption and deceit right before our own very eyes. And that's my final point tonight. You can reach me on Twitter at Liz_Wheeler. Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat like they haven't seen before. This is not simply another four-year election. This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we, the people, reclaim control over our government. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. This is a struggle for the survival of our nation, and this will be our last chance to save it. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. The Clinton machine is at the center of this power structure. We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents in which Hillary Clinton meets in secret with international banks to plot the destruction of U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors. Honestly, she should be locked up. The most powerful weapon deployed by the Clintons is the corporate media. The press. Let's be clear on one thing. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda. And the agenda is not for you, it's for themselves. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe. They will lie. Lie, lie, and then again, they will do worse than that. They will do whatever's necessary. The Clintons are criminals, remember that. This is well documented, and the establishment that protects them has engaged in a massive cover-up of widespread criminal activity at the State Department and the Clinton Foundation in order to keep the Clintons in power. They knew they would throw every lie they could at me
and my family and my loved ones. They knew they would stop at nothing to try to stop me. Nevertheless, I take all of these slings and arrows gladly for you. I take them for our movement so that we can have our country back. I knew this day would arrive. It's only a question of when. And I knew the American people would rise above it and vote for the future they deserve. The only thing that can stop this corrupt machine is you. The only force strong enough to save our country is us. The only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you, the American people. Our great civilization has come upon a moment of reckoning. I didn't need to do this, folks, believe me. I built a great company and I had a wonderful life. I could have enjoyed the fruits and benefits of years of successful business deals and businesses for myself and my family instead of going through this absolute horror show of lies, deceptions, malicious attacks. Who would have thought? I'm doing it because this country has given me so much and I feel so strongly that it's my turn to give back to the country that I love. I'm doing this for the people and for the movement, and we will take back this country for you, and we will make America great again.